Ja, ja, daar is hij hoor. My man. Aangekomen, Portugal. Skybox. Skybox, ja. We gaan het straks over het EK hebben. Maar eerst even persoonlijk over jou. Het gaat super snel. Je bent al een young legend. De toekomstige record international. Hoe is het op dit moment om Matthijs de Ligt te zijn? Superleuk. Ik doe wat ik leuk vind, voetbal. En wordt erom gewaardeerd. Dus ja, mij hoor je niet klagen. Maar het lijkt dan toch wel van de buitenkant heel makkelijk. Ik bedoel, weet je, je speelt heel goed bij Ajax, gelijk in de Champions League. Je schakelt Cristiano Ronaldo op een bepaalde manier uit. Je wordt international, je gaat naar Juventus en dan lijkt het allemaal geweldig. Maar is het niet soms zwaar om Matthijs de Ligt te zijn? Nou ja, zwaar. Het is soms wel, er staat natuurlijk wel best wel wat druk op je. Maar die druk is denk ik ook wel alleen maar goed. Als je die druk hebt, dan betekent dat je iets goed doet. Dus ik ben alleen maar blij dat ik die druk heb. Maar inderdaad, het is niet altijd even makkelijk. Maar ik ben heel blij met hoe mijn leven nu is. En ik geniet er volledig van. Geen probleem voor mij. Dit is geen probleem voor mij. Alle dingen die je zei, geen probleem voor mij. En is er één iets waarvan je zegt, dat moet ik er nu voor laten. Maar dat zou ik eigenlijk wel graag willen hebben. Ja, als ik geen voetballer was geweest, dan was ik nu zo geweest, denk ik. Ja, echt? Laat je mij echt elke dag wel een pizzatje kunnen geven of zo, hè? Dus nu niet. Nu let ik heel erg op mijn eten, maar als ik geen voetballer was geweest, dan was dat wel minder geweest. Trouwens, sowieso is niks te zwaar voor jou met zulke bovenbenen. Kan wel wat hebben. Wat eet jij allemaal? Hoe lang duurt jouw lunch, zeg maar? Nou, net snel. Ik moet snel lunchen. Dus ik eet gewoon normaal, net zoals andere jongens. En ik heb nou eenmaal het geluk dat ik snel groei. Tintoso. Tintoso. Losso. Tintoso. Zaklamp zo close. Zijn schiet kruis. In hoofd met voet los. Je hebt jezelf als onbetwiste speler binnen het Nederlands elftal gespeeld. Als dat goed genederlands is, sorry. Ben jij de toekomstige record international, meneer De Ligt? Weet ik niet. Volgens mij versnijden nu het record. Ik probeer gewoon elke interland die ik kan spelen te spelen. En ik ben gewoon heel blij dat ik überhaupt mag spelen hier. En natuurlijk zou het een hele eer zijn om dat te kunnen bereiken. Maar dat is iets voor over 15, 16 jaar, denk ik, dat je dan kan kijken of je het gehaald hebt of niet. Maar ja, op dit moment. Matthijs, stop maar. Ja, ik ga het wel voor jou doen. Mark my words, Matthijs de Ligt wordt de nieuwe record international. Gaat in de archief van de NOS dit. Ja, als jij het zegt, dan ben ik benieuwd. Jij hebt vaak met de media te maken. Mm-hmm. Maar vandaag krijgt de media met jou te maken. Oké. Okay. We gaan even de rollen omdraaien. Sterker nog, ik ben benieuwd welke rol jou zou passen, mm-hmm, als je in de media actief zou zijn. Oké. Okay. Ik ben benieuwd wat er nu tevoorschijn komt. Wat zou je hiervan vinden? Met alle respect naar jullie toe. Het zou niet mijn favoriete rolletje zijn. Waarom niet? Dat ding is zo zwaar, lijkt me. Die camera. Jij dat die camera zo vasthouden zo? Ja. Je wilt het toch met je eigen ogen zien lijken? Dus moet je Messi gaan interviewen, dan zit jij met de camera te kijken. Kan je niet eens kijken hoe die Messi van Ronaldo zin er in het echt eruit ziet? Heb je wel eens de camera vastgehouden? Je bent de koning in de gym. Nee, ik heb nog nooit de camera vastgehouden. Nee? Dit wordt jouw debuut. Meneer de cameraman, wil je hem heel even neerleggen? En kijken of hij hem zeg maar even 10 keer op en neer kan. Dus, je komt net uit je gym, maar we gaan gelijk verder. We gaan gelijk verder. Ja, doe maar. Ja, mag ik het doen? Gewoon alleen maar zo, hup, heen en weer. Oeh, dat is wel een zwaar ding hoor. Dit. Kijk eens. Op. Lekker man. Ik doe niet zoveel op mijn bovenlichaam, maar deze die pak ik wel even mee. Stel me niet teleur. Nee. ik bedoel. Het ziet er goed uit toch, in het pak. Beetje aangeven waar de wind vandaan komt. Dat het zonnetje gaat schijnen. Oost-westenwind, dat soort dingen, weet je. Het zou het wel kunnen, denk ik. Ik denk wel in het buitenland, want in Nederland moet je vaak slecht nieuws brengen. In Nederland vaak slecht nieuws, dat zou ik niet willen, nee. Nee, in Italië zal wel goed zijn, een beetje zon. Een beetje lekker strandweer, zeggen, weet je. Dat maakt de mensen toch snel blij, dus laten we het in Italië doen dan. Ja, dit zou, ja.
Ja, dat zou niet verkeerd zijn, denk ik. Ik denk dat dat zeker wel iets is wat dat zou, ooit zou kunnen gebeuren. Als ik nu de voetballers van nu zie die toch, toch vaak dit werk doen na de carrière. Je weet natuurlijk niet hoe jouw carrière eruit ziet en wat je na je carrière gaat doen. Maar als ik een beetje vergelijk met andere voetballers, dan zou dat zeker wel kunnen. Ja. Meer dan de andere twee, laat ik het zo zeggen. Matthijs, de analist. Nou, ik heb echt... Zou je naar me luisteren als ik analist zou zijn? Als het om verdedigen gaat wel, ja. Als het om verdedigen gaat, ja. Maar jij scoort ook, hè? Je bent ook een goede kopper en zo. En over tactiek en zo. Ja. Ben je er niet zo van tactiek? Meer van de trucjes ben jij, hè? Ja, ik kan wel genieten. Jij zou meer naar Frenkie de Jong luisteren, denk ik. Ja. Dat denk ik wel. Ik zeg niks. Ik heb best voor het laatst bewaard. Best voor het laatst. Ja. Trainer. Dit kan jij. Nee, man. Nee. Wat is het? Commentator? Ja, commentator, man. Ik dacht heel veel dat het een gamer was. Nee. Je weet al, met zo'n koptelefoon om die de hele dag zo lopen te gamen. Commentator, ja. Commentator zou kunnen. Maar ik denk dat ik toch liever analist heb dan. Ja? Ja, commentator... De commentator zeg je eigenlijk wat de mensen zien. Ja, dat vind ik niet echt... Ik bedoel, dat kan iedereen. Iedereen kan zien dat hij de bal naar links paast of dat hij in de goal schiet, ja. Mij lijkt het leuk om nou als analist echt te zeggen van... Hey, kijk, hier gaat het fout en dat moet beter. En dat mensen denken van, hey, hij heeft gelijk. Doe je wel eens dingen die je niet zo leuk vindt? Bijvoorbeeld, weet ik veel, extra looptraining? Of zijn er dingen die je eigenlijk niet zo graag doet, maar wel moet doen? Ja, zeker, tuurlijk. Ja? Ik denk dat je als voetballer soms wel dingen moet opgeven. Je moet natuurlijk altijd zo gezond mogelijk eten. Hard trainen vind ik eigenlijk heel leuk. Dus dat zou ik niet echt snel zeggen dat ik dat minder leuk vind. De meeste dingen die ik doe, vind ik wel leuk. En daar probeer ik ook het meeste plezier uit te halen. En ja, daardoor vind ik het zo leuk om mezelf te zijn. Je zei het zelf, soms moet je dingen doen die je niet leuk vindt. Je gaat even commentator zijn. Kom even van deze kant. Commentator zijn. Je bent geen gamer, hè? Voor de duidelijkheid. Nee, ik ben echt geen gamer. Hey. Kan je op Bergkamp klikken en dan mag jij ons gewoon meenemen, Matthijs. Okay. Matthijs de Vos. Ik ben gewoon Matthijs de Vos. Gewoon de eerste goal, hè? Ja. Okay. Frank de Boer heeft de bal. Dribbelt in. Het laatste kwartier van de wedstrijd is hartstikke belangrijk. Snik heet hier in Marseille. Lange bal, Dennis Bergkamp. Ga langs naar tegen. Dennis Bergkamp. Hij doet het. De Oranje Zee. Eenmaal acht. Ongelooflijk. 2-1. Oh, wat mooi. Oranje naar de halve finale. Dat kan toch niet meer mis? Brazilië wacht op ons. Oh, Dennis Bergkamp. Nou, ik wou het twee keer doen, maar het is gewoon in één keer goed. Dat was niet slecht, hè? In één keer. Dat is best leuk, dit eigenlijk. Dat was ook een goal, hè? Wel een aardig goal. Paas van de bondscoach. Paas van de bondscoach, ja. Geeft hij al vaak aan, inderdaad, dat hij die paasje kan geven. Ja. Houdt hij wel van. Heb je zijn bovenbenen al, meneer de cameraman? Jongen, doe het even één klein beetje omhoog, zo. Even één keer aanspannen. Jongen, wat is dat, man? Geef jou een beetje van boven mee, geef jij een beetje van die techniek, weet je? Dat hoog houden en zo. Zou je dat willen, eerlijk? Ja, dat zou ik een beetje willen, ja. Een beetje showen, weet je. Beetje show met Cristiano, toch? Hij kan jou een beetje... Ja, daar kan ik hem wel mee. Hij heeft kracht en skills. Ja, precies. Yes. Als je die combinatie hebt, is het natuurlijk beter. Hey, gelijk ter zake, even serieus. Cristiano tegen jou op het EK, dan heb jij hem in je zak. Ik ken hem wel goed. Dus, yeah. Je had hem al in je zak tijdens de Ajax-periode. Je hoeft het niet te zeggen. Hij scoorde al 2 keer. Maar we wonnen, dat is het belangrijkste. Je hebt hem. Tuurlijk. Ja, Cristiano kijkt ook naar NPO 1 en zo. Maar... Tuurlijk, weet ik. Hij kijkt, hij is gebrand als hij dit ziet. Hij denkt van, hey. Ga jij eens even laten zien, vriend. Hoe schat jij jullie kansen in voor het EK? We zijn niet de favoriet. Ik denk dat er teams zijn die toch wel meer kwaliteit hebben. Maar ik denk dat we zeker ver kunnen komen. Als we als team de dingen doen die we moeten doen. Als we als team, als groep samen iets moois willen neerzetten. Denk ik zeker dat we wel ver kunnen komen. Nu is er één belangrijke speler niet bij. Jouw partner in de defensie. En die zit waarschijnlijk dan ook te kijken. Mm-hmm. Wat wil je tegen Virgil van Dijk zeggen? Virgil, helaas ben je er niet bij. Ik denk dat we heel erg gaan missen, maar we gaan er proberen voor te zorgen met het team dat we je trots kunnen maken. En dat jij uiteindelijk de beker omhoog kan tillen.
Ik moet zeggen, ik vind jou een van de beste verdedigende koppers ter wereld. Er zijn maar een paar die in jouw buurt kunnen komen. Sergio, hey, laat mij dat zeggen. Sergio Ramos en zo. Jij kan gewoon echt niet normaal koppen. De timing, alles. Maar ik heb je een tijdje dat niet zien doen. Dus we gaan het even oefenen, want jij gaat het EK pakken natuurlijk. Dus we gaan even warm draaien. Okay. We gaan EK goal naspelen. Check maar even welke goal. Vrij trap Beckham. En ingekopt. Dat is de goal van Frank Lampard. Daar is de beweging naar de eerste paal toe. Lampard... Ik ben David Beckham. Jij bent David Beckham. Jij bent gewoon Matthijs natuurlijk. Ik wil wel goede voorzetten zien, hè, Soef? Ja. Ik wil niet hoeven bewegen. Gewoon stilstaan. Oké dan. David Beckham. Vrij trap Engeland tegen Frankrijk. Ze lopen klaar. Oh! Ja, wacht. Weet je wat het is? Ik heb nu die bovenbenen van jou, dus hij gaat te iets ver. Iets meer kracht, ja. Iets meer souplesse. Oh! Is niet zo lekker. Matig goed. Gewoon pakken. Hey, jij bent wel echt een strijder. Alles proberen. Jij wil gewoon mijn voorzet goed maken. Ja. Oh! What a save. Hey, sorry, maar hij moet erin. Als deze, als hij zo gaat keepen, dan scoren we morgen nog niet. Oh! Golazo! Keihard. Ben je ready? Huh? Ben je ready? Ready voor het EK. Oké. Je weet wat voor premie je naar mij moet overmaken als jullie winnen. En als ik score. Ik krijg een dubbele premie. Hutsen niveau. Moest je die dans al of niet? Willen springen, kleine impala. Spring. Een kleine dammer. Hutsen niveau. Doe normaal en niveau. Matthijs. Alle Oranje fans zitten nu te kijken en die steunen jullie altijd. Zou je wat persoonlijks willen opschrijven hier op dit blad? Alsof je nee gaat zeggen. Tuurlijk zeg ik ja. Yes. Het is wel lang geleden dat ik heb geschreven. Dus, Hallo Oranje fans, ik wil jullie bedanken voor alle steun. Hallo Oranje fans, ik wil jullie bedanken voor alle steun die jullie ons geven in goede en slechte tijden. Laat de leeuw niet in zijn hemdje staan. Hup, Holland, hup. Matthijs, het is heel simpel. Je hebt een prachtige boodschap achtergelaten voor Oranje fans. Mm-hmm. Dit wordt een legendarische brief, want jullie gaan gewoon het EK pakken. Mm. En dat betekent dat jouw handgeschreven boodschap legendarisch wordt. Yeah. Deze ga ik verstoppen, dat zie je zo meteen gelijk direct tijdens deze uitzending, in jouw geboorteplaats. In mijn geboorteplaats? Deze is dan voor de gelukkige vinder. Zo simpel. Legendarische boodschap van Matthijs de Beer. Dat klinkt goed. In Leidendorp dan. Veel Abcoude. Wat jij wil. Maar wat is echt jouw geboorte is dan? Ja, ik ben opgegroeid in Abcoude. Als jij mag kiezen? Abcoude. Abcoude, oké. Okay. Ik ben aangekomen in Abcoude. Ik wil geen tips geven, maar hierachter ligt Voort bij Abcoude. Hier ga ik de legendarische boodschap van Matthijs de Ligt verstoppen. En degene die hem als eerste vindt, is de eigenaar van deze fles. Let op. Ik hoorde iets kraken. Zal wel goed zijn. Succes.